De Oranje Camping is een bekend fenomeen bij het voetbal. Maar dit hier is er voor het eerst ook bij de Olympische Spelen een Oranje Camping in Rjochten. In totaal kennen er 1500 mensen op. Ik ben benieuwd hoeveel Friezen er tussen zitten. We zijn op zoek naar Friezen. Kom je met Friesland? Nee, wij komen niet uit Friesland. Brabant. Oh, Brabanders. Nee, wij komen uit Roosendaal. Oh, dat is een hele andere kant op. Ja. Nou, zie ik je weer verder. De eerste Fries die we treffen is geen campinggast. Op het terrein kan je ook fietsen hier en Linda van der Haar uit Snits is daar aan het werk. Ja, ik zit hier nu 4 weken in totaal in Londen. Krijg je nog wat van de sport mooi? Ja, absoluut. Ja, de tent hier die laat de beelden wat zien. Dus ik kan Epke nog een beetje volgen als hij losgaat. En ja, op de spaarzame vrije uurtjes, want het is gewoon hartstikke druk hier, probeer ik nog wel wat kaartjes te regelen. Ja. Hoe je, waar zie je Friesen? Kom je met Friesland? Nee, helaas niet. Waar kom je in dan? Amsterdam. Friesen? Ja, we zoeken Friesen. Nee, echt niet. Nee, Brabant. Nee, in deze tent denk je Friesen. Hoeveel mensen kunnen hier verblijven? Nou, op totaal terrein kunnen ongeveer 2000 mensen aan. Dat is een internationaal gedeelte en een Oranje Camping gedeelte. En dit weekend zit het aardig vol. We zijn op zoek naar Friesen. Enig idee waar we ze kunnen vinden? Nou, ik ga zo meteen even voor je kijken in het boekingssysteem, want ik kan niet ruiken of iemand Fries is. Gelukkig. Hoe met je? Waar zie ik je Friesen? Hoi, Friesen. Friesen? Nee, we zijn Brabanders. Brabanders? Leuke mensen. Nee. Nee? Brabo's. Ik al Brabanders? Nee, je vind ik net in. Waar zie je naar Friesen? Hallo. Hi, waar zie je Friesen? Sorry. We are looking for Friesian people. Sorry. Opvallend weinig Friesen hier. Ja, ik heb ze nog niet voorbij zien komen. Ik heb wel daar een paar Friese vlaggetjes gezien toen ik aan het douchen was. Dus ze zijn er wel. Ja, foem. Toch nog een Fries. Waar zullen hier een Friese vlaggenwapper in? Ja, ik ben niet Fries, maar mijn vriend is Fries. Ze kan wel Fries verstaan, dus even wachten, dan komt mijn vriend er zo aan. Goeiedag. Goeiedag. Wij zijn op zoek naar Friesen en ja, we zeggen hier een Friese vlagwapen in. Dat ben ik, ja, inderdaad. Ja. Hoe ligt het hier op de camping? Ja, goed, het is hier heel gezellig. Ja. Maar ben je gewoon de hele periode van de Olympische Spelen en ben je hier of net? Nee, we zijn hier sinds 2 augustus, of 1 augustus ben we hier gekomen. Ja. Dus net de hele periode, maar wel een flink lange tijd. Ja. En we gingen de Friese vlag al vast ophangen.